Een extra video deze week. Dit kan dus gebeuren. Het kan dus zomaar zijn dat er op zondag een extra video online komt. Maar ja, goedemorgen allemaal. Het is voor mij vandaag vrijdag en ik heb mijn eigen stagedagen mogen inplannen, wat voor mij heel goed uitkomt. Want er zijn vandaag wat behoorlijk belangrijke dingen die ik moet gaan doen. Dus ik ben even gelijk met mijn opletter bezig. Blijven. Ja, mooi zo. Ja, er zijn dus vandaag behoorlijk wat belangrijke dingetjes die ik moet gaan doen. En daardoor kon ik gewoon bijna niet stage lopen vandaag. En aangezien ik mijn eigen dagen mocht inplannen, waar ik heel erg blij mee ben trouwens, ga ik in plaats van vandaag ga ik zondag. Dus dat is eigenlijk het ding wat op de planning staat. Zoals je ziet, ik ben net wakker. Het is wel nog steeds heel erg vroeg, want ik wil niet laat uit mijn bed gaan. Ik slaap ongeveer 6 à 7 uur per nacht. Sorry hoor, ik moet eens van mijn handen wassen. Ik heb geen idee wat daar allemaal mee gebeurd is. Maar ik slaap ongeveer 6 à 7 uur per nacht. En dat wil ik ook gewoon aanhouden die dagen dat ik vrij ben. Dat betekent dat ik dan wat later ga slapen. En dezelfde tijd als ik vrij ben gewoon opga. Omdat ik denk dat ik best wel een klap krijg als ik nu en zaterdag heel laat zou gaan slapen. En dan zondag weer heel vroeg eruit moet. Dus ja, ik probeer wel een beetje de tijd. Ik ga niet precies om 5 uur weer op. Maar het is nu 6:30. 7 uur. En ja, weet je. Waarom niet? Ik ga gewoon lekker op tijd op. En kijken wat deze dag mij gaat brengen. Alles wordt wel gewoon rustig aan. Ik ga me niet lopen haasten of toe of zo. Ik ga zo meteen even een lekker filmpje kijken. Of een serie. En dan gaan we zien wat deze dagen gaan brengen. Maar het zou dus wel eens zomaar kunnen zijn dat ik een extra dag vlog. Waardoor jullie een extra video op zondag hebben. Dus hou er eventueel ook rekening mee. De standaard video's komen woensdag. Omdat het mij meer speling geeft. En de extra video's die zouden eventueel op zondag kunnen komen. Zoals deze. Het is inmiddels bijna 8:30 en ik ben nog steeds op zich niks aan het doen. Er is niemand beneden nog. Wat op zich wel relaxed is, want zo kan ik een beetje mijn ding doen. En mijn camera is leeg. Oh, precies nu. Ik ga hem opladen. En toen was het avond en is het gewoon bijna... Oh, het is 6:15. Ja jongens, ik ga het licht ietsje hoger zetten. Het is 6:15 en ik heb de hele dag niks gefilmd. Ik heb namelijk totaal geen erg gehad dat mijn camera op de oplader lag en dat ik ging vloggen. Super dom natuurlijk, maar oké. Ik ben natuurlijk vandaag vrij geweest. Ik ben de hele dag druk bezig geweest met nog dingen regelen voor mijn stage. Dingen uitprinten. Ik ben nog niet eens klaar. Dat ga ik zo meteen verder doen. Ik ben er net even langs de Action geweest om tape te halen. Dit is zelfklevende verbandtape. Ik heb grote en kleine rolletjes gehaald. En dat heb ik puur om het feit gedaan dat ik mijn knieën doorbuig. En op stage daar totaal geen erg in heb. Dat is ook niet merk. En na stage of tijdens stage begin ik nu de laatste tijd heel veel last daarvan te krijgen. Dus in de hoop, als ik deze tape om mijn knieën doe elke ochtend, dat ik merk dat ik ze doorbuig. En dat ik er dan makkelijker op ga letten en minder last van ga krijgen. Dus vandaar heb ik die gehaald, maar die heb ik nu nog niet nodig, want ik ben natuurlijk nu vandaag nog lekker vrij en morgen ook. Dat eigenlijk. Vandaag verder niet heel veel gedaan. Ik ben vandaag naar de BCC geweest. Ik ben heel erg druk in de weer geweest met de mobiel van mijn oma. Die werkt namelijk niet, namelijk de input van haar telefoon waar de oortjes in gaan. De headjack. Die doet het niet meer. Als zij de oortjes in heeft, komt het geluid gewoon uit de speaker. Dat is natuurlijk hartstikke raar, dat hoort niet. Ik ben vandaag met mijn opa terug gegaan naar de winkel ervoor. Hij wordt opgestuurd naar Samsung en Samsung gaat kijken wat er aan de hand is met de telefoon. En als het goed is, valt het nog compleet binnen de verzekering, want die telefoon is net 4 maanden oud. Dus ja, dat heb ik eigenlijk. Daarvoor ben ik me eigenlijk vandaag merendeel mee bezig gehouden. Ik vind er natuurlijk nog afspraken vandaag gehad waar ik het nog even met jullie niet over ga hebben. Dat komt later allemaal nog wel van pas. Maar nu nog even niet.
Ook omdat ik ben dat het qua gezondheid nog niet helemaal lekker weer gaat. Nou ja, eigenlijk gewoon nog steeds het probleem met mijn darmen. Ik heb heel veel last van mijn darmen de laatste tijd weer. Het gaat allemaal weer even niet helemaal lekker. Dus hopelijk komt daar snel verandering in. Ik zit de laatste tijd weer aan laxeermedicatie. Geen hele zware, omdat ik natuurlijk naar stage moet. Dus dat heeft geen zin. Maar wel gewoon lichte laxeermedicatie om mijn darmen gewoon echt soepel te houden. In de hoop dat dat gaat werken. Het heeft nog geen resultaat. Ik ben net een paar dagen bezig. Dus hopelijk ja, brengt dat enig verschil de komende tijd. Ik hoop het. Verder, ja. Best wel een druk en raar dagje gehad vandaag. Hopelijk morgen wat rustiger. Maar we gaan morgen natuurlijk wel een proefritje maken in de eventueel toekomstige auto die we gaan nemen. Dus dat wordt morgen wel leuk. We gaan even een proefritje maken in de auto. We blijven wel bij Ford. We hebben natuurlijk nu de Ford B-Max. En we gaan waarschijnlijk naar de Ford EcoSport. En daar ook nog een bepaalde versie van. Er zijn meerdere versies als het goed is. Maar we gaan morgen een proefritje maken om te kijken van joh, hoe is de auto? Is er genoeg beenruimte achterin? Dat is natuurlijk voor mij heel erg belangrijk. Ja. Ik ben vandaag even van tas gaan wisselen in plaats van mijn grote laptoptas die mega zwaar was. En waardoor ik last van mijn schouders krijg omdat ik zo ga lopen met die tas. Heb ik mijn rugtas gevuld en alles past er gelukkig in. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Verder nog dingen? Op zich niet. Ik ben vrij druk geweest vandaag eigenlijk. Dus daarom ook totaal geen erg in gehad dat mijn camera aan de oplader lag. En dat ik moest gaan vloggen vandaag. Maar goed. Dit is wat het is. Het is mijn dus 6:15 geweest. En ja, ik ga ze nog eten. Ik moet nog eten. Maar ik ga even gauw mijn laatste paar dingetjes regelen. En dan gaan we kijken wat we gaan eten. Als het goed is gaan we kip eten. Met van alles en nog wat. Geen idee. Maar ik heb nu zo heel veel honger. Want ik heb net in mijn eentje een zakje chocoladerozijnen naar binnen zitten werken. Niet heel slim, maar oké. Okay. I know. Geen goed idee. Maar goed, ik ga even mijn stage dingetjes afmaken. En dan gaan we kijken wat deze avond me gaat brengen. Goed, ik ben inmiddels omgekleed. Het is 10:50. Ik heb lekker tv gekeken met mijn ouders. Ik heb De Kluis gekeken met mijn ouders. De afgelopen 2 afleveringen. Die hebben we nog niet gezien. We kijken het echt met z'n allen. Dat is wel leuk. Maar ik ga slapen. Want ik heb een beetje een soort dingetje met mezelf. Dat ik minimaal, of tenminste maximaal 6 tot 7 uur wil slapen. En ik wil me vasthouden aan die tijden. Dus puur om het feit dat ik, dat ik wen aan vaste tijden. En het is natuurlijk ook super slecht als je de ene avond 8 uur lang slaapt. En daarna vervolgens 6 uur, dan weer 11 uur, dan weer 3 uur. Dat is helemaal niet goed. Dus ik hou me de laatste tijd vast aan een slaappatroontje van tussen de 6 en 8 uur. Daar heb ik gewoon vrijwel genoeg aan. En als ik me daar echt aan vasthoud en zorg dat ik ook die tijden slaap, voel ik me best heel erg goed uitgerust. Ik ben nu 3 dagen bezig. Vanavond de 4e dag. Ondanks dat ik morgen vrij ben, maar why not? Ik vind het wel lukken eigenlijk. Het gaat oké. Okay. Als ik me er vast aan hou, dan moet het ook niet moeilijk zijn. En ik merk dat het voor mezelf ook best wel goed is. Echt een tip. Goedemorgen. Het is inmiddels precies 8 uur. 7 uur bedoel ik. Want mijn wekker gaat af. Even mijn alarm uitzetten. Het is 7 uur, jongens. I know. Het is vroeg, maar ja, ik wil me wel vasthouden aan de vaste tijden slaap. Dus ook in het weekend, het is zaterdag. Ik ben net wakker. Ik ben voor mijn wekker wakker geworden. Maar ja, ik ga even koffie zetten. En dan ga ik lekker boven even mijn koffie op drinken met een aflevering van Dynasty. Me klaarmaken. En dan gingen we als het goed is rond een uurtje of 9 gingen we weg naar de winkel. Voor tenminste naar de autogarage. Om te kijken voor de auto. Wat het is, of het leuk is, bla bla. Dus, ik ben heel benieuwd, maar ik ga eerst even lekker koffie drinken.
goed, ik ben een soort van klaar. Ik heb geen make-up opgedaan. Ik heb alleen wat lippenbalsem opgedaan. Ik heb een sporttopje aan. Gewoon puur omdat het gewoon lekker makkelijk zit vandaag. Ik ga vandaag toch niet zo heel veel doen. Dan alleen maar nog een paar dingen in orde maken. Deze, ik kan het niet echt legging noemen, want er zitten ook leren stukken hier. Maar een soort van wel legging. Stof is wel van de legging, dikke stof. Zwarte schoentjes. En ja, we gaan nu dus naar de autogarage om te kijken bij de auto. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe de auto eruit ziet. Ik ben benieuwd naar de plek achter of ik er goed bij kan. We gaan eens kijken voor de Ford EcoSport. En daar ook nog een bepaalde versie van. Dus let's go. Ik ga jullie meenemen. Goed, daar gaan we. Ik neem het chocoladerozijntjes mee om te snacken. Nou ja, zover is het niet rijden. Maar een klein kwartiertje, half uurtje. Tot zo, Connie. Even huispassen. We gaan naar de garage. Yay! Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd hoe de auto gaat zijn. Ik ben benieuwd. We gaan het meemaken. Let's go. Maar zouden we ook dit stiksels dan hebben? Volgens mij wel, als het goed is wel. Dat is wel mooi hoor. In principe krijgen we hem dan zo'n beetje als ja, dit is de titanium. Hij is hoog en gaaf. Het ziet er wel leuk uit. Het ziet er echt mooi uit. Het rijdt niet hard. Het rijdt niet hard, het rijdt 50. Wat zeggen jullie even globaal, maar dan zou het, kan je ervoor kiezen van joh, pas. Ja, maar mocht er ooit wat gebeuren, dan kan je het niet oplossen. I'm back! En het is tijd voor een lekker kopje thee. Dus ik ga de waterkoker aanzetten. Oh, die is nog warm. Volgens mij heeft mijn vader net thee of koffie gedronken. Nee, geen thee, koffie. Ik ga lekker een kopje koffie nemen en ik denk dat ik lekker voor munt thee ga. Puur omdat ik daar nu zin in heb. Dus ik ga lekker voor munt thee. Ik ben net thuis. Ik heb vanmiddag opgepast op stand-up open en op Jesse. Lekker gezellig bij Jesse. Altijd leuk en gezellig natuurlijk. En ja, nu is het zover dat we even de dingen gaan in orde maken voor stage. Ik moet nog twee dingen? Ja, twee dingen moet ik nog printen. Als ik dat heb gedaan, dan ben ik helemaal klaar. En is mijn map ook totaal in orde. Dan is het morgen stage lopen. Morgen wil ik proberen de laatste informatie van de bonus nog te lezen. Want als ik dat heb gehad, dan kan ik gewoon beginnen aan een stage. En dan weet ik dus ook achtergronden en dingen van de bonus. En dan weet ik waar ik aan moet. Oh nee. Dan weet ik waar ik aan moet denken en waar ik op moet gaan bouwen met de mensen. Dus ja, dat. En dan kan ik ook een beetje in gaan plannen van, joh, bij wie kan ik welke opdracht afstemmen. Dus het wordt best wel een drukke en behoorlijk geplande week dag morgen eigenlijk. Dus we gaan kijken wat het gaat brengen. Maar ik ga even een kopje thee drinken. En dan ga ik zo meteen de dingen buiten nog doen. Ik denk dat ik dat eerst even ga doen. Dan heb ik dat gewoon gehad. Dan kan ik daarna lekker hier gaan zitten. Ja, dat ga ik nu doen. Nou, de dieren zijn gedaan.
Mijn Cody nu zijn eten aan het doen. Ik ga heel even mijn thee opdrinken en daarna ga ik uitprinten wat er nog geprint moet worden. En dan wil ik morgen beginnen met de planning op stage. Maar joh, wat is handig? Ik weet niet met wie ik morgen werk, maar ja, uiteraard kan ik natuurlijk wel gewoon een planning maken. Ik zal het op de lens. Ik wil wel even van jullie weten, laat even in de reacties achter of jullie dit leuk vinden. Dat ik af en toe hier en daar wat extra dagen vlog voor de zondag. Mocht jullie het nou leuk vinden, laat het dan even in de reacties weten. Hebben jullie misschien een ander idee van, joh, we willen misschien wel een aparte video. Kan je dat niet beter een keertje doen? Ook prima, maar laat jullie suggesties ook weten wat jullie willen zien. Want ja, weet je, ik probeer zoveel mogelijk invulling te doen. En zoveel mogelijk voor jullie vast te leggen. Maar ja, er zal natuurlijk ook wel een keer iets zijn dat het me gewoon niet lukt. Kijk, nu is het nog vrij rustig en hè, loop ik mee en kijk ik rond en oriënteer ik nog heel veel. Maar ik denk over een paar weken dat ik dan wel echt gewoon druk ga zijn. Ook zeker met opdrachten. Dus het is hier en daar ook even kijken. Tuurlijk probeer ik ook wel een rustmomentje te pakken in de week. En een rustmomentje is voor mij ook zeker even gewoon lekker een avondje editen of een middagje. Maar ja, dat is zeker niet altijd zo het geval dat ik een rustmomentje kan pakken in een week. Dus ja, het is kijken hoe het gaat lopen. Maar laat ook zeker even achter van wat willen jullie. Willen jullie op de woensdag bijvoorbeeld een complete weekvlog? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb nu natuurlijk maar een bepaald aantal dagen wat ik hier en daar af en toe eens wat vastleg. Let me know. Kijk, voor mij werkt het nu eventjes zo dat ik het fijn vindt om die aantal dagen even te hebben als ik iets te melden heb of iets te doen heb. De dagen dat ik niks te doen heb, dan leg ik ook niks vast, want dan ga je het alleen maar vullen met niks. Dus ja, dat is ook een beetje onzin. Dus ja, let me know wat jullie fijn vinden, maar in ieder geval gaat het lekker op zich. Ik vind het nu nog wel te doen, maar ja, ik ben net begonnen, dus ik kan er nog niet zo heel veel over kwijt natuurlijk.
Hallo allemaal, het is inmiddels avond. Of nu, nou ja, avond. Het is niet echt avond, mijn camera doet af en toe heel raar. Hij gaat in één keer heel hard licht flitsen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Ach ja. Ik ga koffie zitten, dat gaat nu lopen. Ik heb net avonds gegeten, want het is namelijk al avond. Ik heb de hele dag verder niks meer gefilmd. Ja... Ik heb niks gefilmd, meer kan ik er niet over zeggen. Ik ga kijken of er... Oeh, ik heb nog lekkere migraineliga's. Die ga ik even nemen. Ik heb een beetje trek, maar we hebben pizza. En ik heb dus geen trek in pizza. Dus ik heb gewoon niet gegeten, om het heel eerlijk te zeggen. Maar ja, ik moet wel iets eten. Maar ik heb niet zo heel veel trek. En ik heb helemaal geen trek in pizza. Dus dan maar liga. Het is dus inmiddels zondagavond en ik heb gisteren Wie is de Mol gemist. Dus ik ga nu even een aantal vlogs kijken en dan ga ik straks Wie is de Mol terugkijken. Maar ja, hele rare zware dag gehad vandaag. Ik heb in de middag heel even kunnen zitten om nog wat dingen door te lezen over de bewoners. En ja, meer niet. Ik ben dan lekker naar huis gegaan. En... avond gegeten, dingetjes gedaan, tas leeggehaald, verwisseld van tas, want ik ben de komende 2 dagen vrij. En ja, that's it. Nothing more, nothing less. Goed, ik heb... wat je trouwens op de achtergrond hoort, is de mensen die buiten bezig zijn. Maar ik heb de hele ochtend al heel veel last van hoofdpijn. En aangezien ik vanmiddag bijles moet gaan volgen van 4 tot 5. Ga ik, ja. Even liggen. Ja, heel even een half uurtje liggen. Ik heb net uitgebreid gegeten. Het is 10 voor 12. Dus ik ga heel even een uurtje liggen. Ga ik om 1 uur weer op. Ga ik mijn dingen in orde maken. Om ongeveer uur naar school te gaan. Op school te zijn. 2:30 vertrek ik. Ik heb zo geen zin. Ik heb zoveel hoofdpijn. Dat is echt niet normaal. Maar ja. Wat moet. Dat moet. En ik ga heel veel liggen. Zodat waarschijnlijk het hoofdpijn heeft verdwenen. Ik heb de hele nacht ook heel raar en moeilijk geslapen. Continu wakker. Dus kijken. Of ik een beetje rust kan vinden. Goed. Ik ben weer wakker. En... ik heb heel even kunnen slapen, ondanks alle herrie buiten en de hoofdpijn is weg. En er ligt een moeheid ook. Waar ik heel blij mee ben. Dat is echt super chill. Oh, ik was echt zo moe, ik had zo'n hoofdpijn, maar dat... het is weg. Dat is heel fijn. Ik ga me zo even klaarmaken, want ik moet zo natuurlijk naar school toe, waar ik geen zin in heb. Maar goed, het moet wel. Mijn moeder is voor controle naar het ziekenhuis toe. Is ook al mijn toppie. Ik ga naar beneden. Ik ga mijn ding doen. Ga ik zo nog even naar mijn opa en oma. Dan moet ik ook nog iets checken. En daarna ga ik naar school toe. Bijles. Voor 1 uur. Maar ja. Het moet wat moet. Ik ga hier trouwens wel gelijk de vlog eindigen. Want ik ga waarschijnlijk... strakjes niet heel veel meer doen. En dan kan ik zo meteen gelijk doorschakelen naar de nieuwe weekvlog. Dus dat is wel fijn. Ik ga de rest van de week proberen vol te maken. Dus echt vol maken. Dus van nu tot zondag. Zondag. Of zaterdag moet ik even kijken. Dus proberen vol te maken. Ja. That's it. Ik ga het, maar ben niet moe. Echt waar, ik zweer het. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Doeg! Muah.